Hallo allemaal, welkom bij deze weekvlog. Het is 5 uur, zoiets. En we gaan straks om 5:30 weg vertrekken naar Schiphol. De spullen zijn allemaal ingepakt. Ik ben helemaal zenuwachtig. Hier is de backpack. En voor de mensen die het niet weten, we gaan naar Bali. C is ook helemaal ready. Hoi. Oh schat, ben je helemaal... Ja, ik heb dat niet hoor. Ja, maar dit is gewoon een sportkleding. Dan kan ze gewoon iets en die... Ja, ik ben helemaal zenuwachtig. Ik soort niet weet wat ik moet zeggen. Dus ik spreek jullie later alweer. Even een leuke, super leuke samenwerking tussendoor. Ik heb dus een pakketje ontvangen van Lounge. Want Lounge, zoals jullie weten, is echt mijn favoriete underwear brand. Ik heb letterlijk alleen maar Lounge setjes. Dus je kan wel zeggen dat ik groot fan ben. De kwaliteit is echt heel chill. Want ik heb dus gewoon sommige setjes al 3 jaar en het ziet er nog steeds. Gewoon super geweldig uit. Ja, dat kan stand beademen. Het ziet er nog perfect uit. In hun Black Friday sale kan je nu met 60% korting shoppen. Dus op de hele website heb je kortingen die oplopen tot 60%. Dus het is gewoon, gourmet, de tijd om je geld soort te maken. Want je kan voor veel goedkoper nu setjes geboren. En ik laat even zien welke ik heb. Maar ze hebben echt super veel leuke setjes. Maar ik heb echt hele cute uitgekozen voor mezelf. Als eerst dit setje in het blauw met roze. Het is gewoon zo cute allemaal. En het... Ja, blijft dus echt mooi. Ik heb broekjes maat S. En zoals je hier kan zien, ja, ik heb heel veel ingepakt. Over Bali. Maar hier heb ik echt al heel veel bralettes. Het is gewoon letterlijk allemaal Lounge. En hier in mijn strings ook. Maar ik heb heel veel al ingepakt dus. Dan heb ik ook zo'nzelfde soort setje in het roze. Hoe cute is dit? Echt, oh my god. Ik vind dit gewoon echt te leuk. Helemaal verliefd hierop. Het zit ook gewoon mooi. Dan heb ik gewoon een zwarte basic, maar wel een see-through. Dus het ziet er zo uit. Hoe cute. Zwart en dan gewoon een zwarte string. Hetzelfde. Gewoon altijd classy mooi. Dan heb ik dit sportsetje. Hele fijne kwaliteit en het kort broekje. Want ik vind die kwaliteit gewoon echt heel lekker van Lounge. En het voelt echt een soort second skin. En het zit mooi, het kleedt mooi af. Dus die vind ik altijd heel fijn. Ik heb maat S, maat M. Dan heb ik dit hele spannende, maar hele schattige setje. Dit is dus ook helemaal zo doorzichtig. Maar hoe cute is dit? Ik heb hem in maat S. Dit is toch echt te cute en sexy in één. Gewoon, I love it. En dan deze BH. Deze BH... heb ik dus nog nooit gehad van Lounge. Echt een BH. Ik had altijd meer voor bralettes. Maar het ziet er ook echt super mooi uit. Dus daar ben ik ook helemaal, helemaal blij mee. Dus dat zijn mijn setjes. Vergeet er zeker niet. Natuurlijk met een 60% korting sale te shoppen. Is nu live. Dus ja, klik op de link in de bio. Hey jongens, we gaan nu het haar uit. We zijn zo zenuwachtig. Oh my god. We gaan nu naar Schiphol. Oh, en het hele fijne is dat 2 vriendinnetjes dus op ons huis passen. Dus ja, dat is gewoon heel fijn. We kunnen het huis gewoon rust achterlaten. Maar we gaan nu met de auto. Ah! Helemaal ready. Nou jongens, we zijn er allemaal doorheen. In ieder geval, we hebben de bagage afgedropt. En nu gaan we door de douane. Nee, noem je dit? Security. Ik hoop dat al mijn cremmetjes het ook... Ja. Nou guys, het is zo relaxed. We zijn gewoon letterlijk binnen 20 minuten bagage gedropt door de security, douane, alles. En nu kunnen we 2 uurtjes wachten. Nee, we gaan lekker avond eten, want het is nu 7 uur uit... Nee, laat eens het. 6:30. En we moeten om 8:30 boarden, dus... Nou, helemaal chill. Nou guys. We zitten inmiddels al best wel lang in het vliegtuig. How are you? Okay. It's the whole yeah, it's very often we say.
We zijn in Bali. Ah, En de taxi is super lief. And then you answer bagus. Bagus. Good. Bagus. Bike, bike. Bike, bike is fine. Ik volg deze fine. Conversatie. I'm fine. I'm fine. Bike, bike. Bike, bike. Bagus. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Dag. Maandag. De allereerste dag op maandag. Op Bali. We hebben echt een dag achter de rug. Nou, ik heb wel wat shots gevlogd, maar... We zijn gewoon 36 uur lang wakker geweest. Ja. Het is nu 12 uur, omdat we een beetje proberen in het ritme te komen. We sliepen rond 2. We konden gewoon nog doorslapen. Ja, we konden echt ziek doorslapen, want het is nu gewoon 4 uur, 5 uur 's nachts in Nederland. Maar we moeten niet meer terugrekenen naar Nederland. Het is nu gewoon 12 uur 's middags. Ja. En vanavond gaan we denk ik dan echt wel lekker kunnen slapen. Ja, nou, gewoon alvast wel wat beter. Ja. Ik moeten nu naar buiten. Op deze vlog lijk je altijd wel echt heel wit, extra. Maar we gaan nu even ontbijten. We zitten in het hostel Rhythm and Rumble. Dat is hier. Het zit heel dicht bij het strand. Dus ja, dat is echt toch? Van chill. Misschien kunnen we die in de deur het best laten. En dan gewoon wel dicht draaien, maar dan is hij wel altijd in de deur, snap je? In de deur. Als we... De meiden hebben net lekker ontbeten. Het buikje is helemaal rond. Helemaal rond. En het darmpje is leeg. Ja. Oh, een beest. Hoe laat is het nu? 2:30. Oh, het is 2:30. Nou, een lekker rustig dagje. We gaan even nu naar een spa toe lopen. Ja. Want we hadden gezien dat alle massages hier zijn gewoon echt heel cheap. Ja. Dus daar houden allebei echt heel erg veel massages. En we hebben 24 uur in een soort verkrekte houding gezeten. Ja. Dus we zijn erg toe aan even... Even losmaken. Even losmaken. Ja. Dus helemaal living life. We zijn in de wellness en we hebben een voetenmassage gehad van een uur. En het was zo lekker. Echt, ik ben helemaal relaxed en ontspannen. En helemaal mijn benen, helemaal mijn tenen, alles helemaal lekker masseren en zo. Dat is van chill. En daarna hadden we een pedicure gedaan. Dus lekker mijn voetjes even helemaal schoon. En een superleuk kleurtje erop. Kijk. Helemaal cute vibes, helemaal Bali vibes. Het is ook nog de nagels, wat we nu zien, de nagels van het doen. Dus dat is in Canggu en het is nu alweer 4:30 of zo, best wel laat. Of hoe laat is het? 4:30 is het alweer. Maar ik bedoel, we hebben even lekker rustig aangedaan, lekker ontbeten, even gerelaxed. En dan gaan we nu denk ik toch even naar het hotel en lekker aan het zwembad liggen en even drinken. En dan zien we het alweer. Nou, we zijn net terug in ons hotel en we hebben even aan het zwembad gelegen, even wat mails beantwoord. En ik heb het nu klaargemaakt. Ik hoop dat het er echt goed uitziet, want het licht hier is echt om te janken. Ik heb dit aan, een topje en een ding. Wij verblijven trouwens in het hotel Rhythm and Rumble. Dus voor de mensen, het is ook een hostel. Je hebt ook slaapkamer, maar het is ook hotelkamers. Nou, dit is helemaal de look. Helemaal cute. En dan gaan we nu lekker een hapje eten. Helemaal zin in. Oh my god. We zitten nu bij een Asian Fusion tent. Het is zo lekker allemaal. En het is zo lekker. We hebben hier een crispy chicken. Korean chicken taco. We hebben een curry en we hadden een dumplings. Oh mijn god, het is helemaal crunchy. Goeie. Dat ook goed. Kijk hoe leuk deze oorbellen zijn. Ze hebben zin. Het is hard. Ja, dat is een gefrituurde dorm. Ik heb nog nooit zo'n lekkere taart gehad. Ziet er een partij niet normaal uit. Sorry, maar dit is precies wat ik lekker vind. Als dit zo is, dan raak je hier nooit meer weg. Nou, dit is niet normaal. Dit is zo niet normaal. Zou dit denk ik, wil je elke dag eten, maar denk je overal? Nee, maar we gaan elke dag wat anders lekker. Ah. We gaan een lekkere curry, we gaan een lekkere pad thai. Oh my god, een groene curry. Kimchi, nou, ik vind het allemaal niet normaal hoor. Hi.
Goedemorgen allemaal. Mijn camera beslaat gewoon omdat het zo warm is. Ja. Yeah. Dus ik weet niet wat hier gebeurt. Wat is het nou weer? We gaan nu lekker naar het strand. Ik ben zo moe. We sliepen pas om 4:30. In ieder geval, ik sliep pas om 4:30. Door die kut jetlag. Maar we zijn wel echt 10 uur wakker geworden, want ja, de housekeeping inderdaad. En we moeten wel gewoon een beetje in het ritme zien te komen. Dus hopelijk vannacht alweer een betere... Ja, 4:00 uur 2:00. Hè? Nou, de meiden zitten even lekker in een tentje te werken. Kijk hoe cute het is hier. Cecile zit in de staart. En we zijn even allemaal... Wow, wat zie ik eruit, joh. We zijn even allemaal dingen aan het DM'en. Allemaal leuke dingen. We zien echt zieke resorts gewoon in Ubud voor fucking goedkoop. Het slaat echt nergens op. Dus ja, helemaal deze. Nou, jongens, wij gingen net op de scooter naar het restaurant. En ik weet echt niet. Ik weet echt niet hoe mensen dit doen, maar ik vind dit echt een engste ervaring in mijn leven. Het is echt doodeng. Ik heb echt 50.000 paniekaanvallen gehad, denk ik. Ah, het heet. Maar we zijn nu bij het restaurant. We zijn bij een visrestaurant en we hebben allemaal lekker lekker eten. Dus we hebben eerst nu lekker garnaal. It's another day, another slay. Ik had gisteravond even een mental breakdown, maar het mag er ook zijn. Maar ik ben nu maar helemaal back in business. Ja, we hebben weer een beetje kut geslapen eigenlijk. Maar ik ben wel beter wakker geworden als gisteren. We moeten gewoon even in het ritme komen, maar we komen er wel. We zijn met heel leuk nieuws wakker geworden. We krijgen namelijk een overnachting in het luxe resort van Ubud, van Azië bedoel ik. Het is genomineerd als de beste resort in Azië, dus het is echt bizar. En dan krijgen we ook een floating ontbijt en een flower bed en nou, het is echt geweldig. Dus dat ga je nu nog in deze week nog zien. En we zijn nu aan het ontbijten bij Sensorium of zo. Zo lekker! Het is helemaal een soort Asian, maar dan in breakfast. Maar we hadden hier scrambled egg met kimchi. Nou, die was niet normaal. We hebben hier ramen. Ik ga het nu proeven. Ik heb het nog niet op. Ik heb voor jullie gewacht. Ja, lekker. Super lekker. Het heeft echt super veel smaak allemaal. Super lekker. Dit is voor hun gewoon rijst en ramen, dat is voor hun gewoon ontbijt. Ja. Het is zo lekker, maar het is zo vol. Heerlijk. En we gaan zo meteen even lekker aan het zwembad liggen, even zonnen. Even een beetje werken en dan lekker massage. En vanavond gaan we echt een keer de sunset kijken, want we hebben gewoon nog niet gezien. Jongens, we zijn lekker op het strand bij La Brisa. En we hebben hier even een cocktailtje gedaan, lekker een paar hapjes gegeten. Ik ben lam. Ik ben weer lam opeens, helemaal goed. Maar het is echt zo leuk hier, kijk hoe leuk. We gaan nu alleen helemaal aan het eind. We gaan nu weer terug, we hebben echt een zieke fotoshoot gehouden op het strand. Ja, ik ga zo even alles editen. Ja. Ja, ik ga even mails bijwerken en even heel veel appjes van. We gaan niet te vroeg naar bed, als in, nee. Zeg maar, we willen de hele tijd rond 11:00, 12:00 naar bed en dan maar dat werkt niet. Gewoon wakker tot 4:00, dus we gaan gewoon iets later naar bed en dan zijn we maar moe, maar dan slapen we in ieder geval wel gewoon 6-7 uur achter elkaar. Vannacht, zo ziek. Om 5:00 s'nacht zeg ik opeens tegen Zie, dat gaat niet, hè? En Cecile die krijgt gewoon een zieke mental breakdown. Dat ze gewoon. Ja, ik mag even mijn hoofdkant en de muur slaan. En die kut aan! En die kut wil gaan! Ja, dat was echt vreselijk. Hier, sowieso. Nou, oké, ik loop wel. Oh. Oké, ja. Dus we gaan even lekker terug naar het hostel. Het is echt chill daar, maar je kan wel gewoon lekker zitten en zo.
Zonsondergangetje bij het strand. En morgen gaan we dus naar Ubud. En gaan we dus in een ziek resort. En dan voor samenwerking. En dan krijgen we dus een honeymoon suite. Dus morgen gaan we op onze honeymoon. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Die camera beslaat de hele tijd. We zijn lekker wakker geworden met diarree. Vandaag my life. Maar we hebben even ongekleed en de spullen gepakt. En we gaan er alweer vandoor. We gaan vandaag naar iets heel leuks. Dus ik ga jullie meenemen. Nou guys, we zijn nu in de taxi. Onderweg naar Ubud. Echt heel erg benieuwd naar ons verblijf. En we gaan morgen dus een quad tour doen. Door de rijstvelden, watervallen. Nou, helemaal leuke tour. Dus daar heb ik ook helemaal zin in. Dus dit gaat wel weer even weer iets heel anders worden als Canggu, denk ik. Maar ook weer heel leuk. Dat vind ik wel echt leuk aan Bali. Je kan echt allemaal soorten doen. Allemaal soorten, ja, verschillende soorten activiteiten, vakantie. Ja, helemaal leuk. Dus ik vind het wel nog leuk dat we nog terug gaan naar Canggu op het eiland. Ja, want we hadden wel ook wat tentjes met die we wilden proberen. Ja, dus dan gaan we in een villa. Dat wordt ook wel helemaal chill, denk ik. Dus, nou, ik vind het echt helemaal geweldig. Ik vind het echt helemaal leuk allemaal. Dus we gaan het zien. Nou jongens, we zijn aangekomen in het resort. En het is echt niet normaal. Het slaat echt helemaal nergens op. Het is echt super. En alles is hier gewoon inclusief. We hebben gewoon ontbijt, yoga klasse, free gym. We krijgen nu gewoon een snackje. Het is gewoon à la carte. Dit zijn ecologische bamboerietjes. Oh ja, bamboerietjes. Het is een heel schedule met allemaal dingen die je kan doen. Het is helemaal gewoon alsof je een prinses bent en er wordt voor je gezorgd. Ik vind het echt geweldig. Ze hebben ook cooking class. Ja, het is gewoon echt heel leuk. En wij hebben dus echt een ziek mooie kamer. In ieder geval, we hebben hem nog niet gezien, maar volgens mij is alles mooi hier. Holland. Ja, ja, Holland. How many days is het? Three nights. Ja, we gaan het snackje even proeven. Ik dacht, ik bestel een ijskoffie. Heel lekker. Wow. En we hebben sugar-free syrup. Ja, dit zijn echt goede rietjes inderdaad. Beter dan die... Ik wil deze gewoon mee. Ja. Dit moet ze ook in Nederland. Bamboe rietjes. Het is hier wel echt een stuk benauwder. Ik ga nu een snack proeven. Het is wel, rice. Maar wel dat wat meer. Oh ja. Lychee, hoe heet het nou? Ja, gewoon rijst. Ja. Een soort sesame bal. Een kokos. Ik ben zo benieuwd hoe onze suite eruit ziet. Genieten. Yummy, we hebben lekker eten. Goedemorgen allemaal. We hebben vannacht niet zo'n leuke nacht gehad. Cecile heeft bijna niet geslapen en is heel ziek geworden. Ik denk dat ze de baliebellen heeft. Ze heeft alleen maar het overgeven en gewoon. Ja, ze is gewoon echt heel kut. Dus dat is echt... Het is vreselijk, maar ja, dat kan je dan doen. Dus zij ligt in de kamer. Ik ben nu even aan het ontbijten. En ja, we gaan gewoon denk ik even een rustig dagje hier. We zouden eigenlijk een kwaltour doen en zo, maar dat gaan we denk ik niet meer doen, want ja, dat gaat nu niet worden. Zoals jullie weten ben ik nu op reis. No shit. Ik heb een make-up bagje mee met mijn favoriete productjes die ik hier in het buitenland gebruik. En ik ben echt verliefd op schoor, dus ik wil je even met jullie delen. Het komt ook omdat deze producten van Look Fantastic zijn. En zoals jullie weten is Look Fantastic echt mijn all-time fave brand. Ik heb weer allemaal leuke dingen besteld. Als ik thuis ben, staat er weer een doos vol met leuke dingen op me te wachten. Maar ik dacht, aangezien ik nu hier ben en ze Black Friday sale hebben en dat jullie toch wat leuke favorietjes wil delen, doen we het gewoon op deze manier. Er lopen dus kortingen op echt alle soorten beautymerken. Ze hebben NARS, ze hebben Yves Saint Laurent, ze hebben The Ordinary, ze hebben Olaplex, ze hebben parfums, ze hebben shampoos, ze hebben haircare, Aveda, noem het maar op. Ze hebben gewoon alles. En daar zijn dus nu kortingen op tot wel 50% korting. En bij mijn kortingscode SARAVOF kreeg je hier bovenop nog eens 11% extra korting. Dus dit is gewoon een deal die je niet kan mislopen. Haal je shampoos, haal je parfums. Sla alle kerstcadeautjes in. Want dit zijn gewoon leuke kerstcadeautjes die je kan kopen. Ik heb zelf ook kerstcadeautjes gekocht. Ze hebben ook namelijk allemaal van die leuke pakketjes. Bijvoorbeeld van The Ordinary. Waar ik mee begin is mijn favoriete foundation ever. Deze van Lancôme. Deze is zo ziek smooth. Gewoon alsof je de Hollywood filter
op je kop hebt, maar het is niet een dikke laag. Ik heb hem in de kleur 220C, is nu een beetje licht aan het worden, maar ik gebruik hem nu een beetje als concealer, want hier hoef je toch geen foundation op. Dan dit eyebrow gelletje van, I don't know, dit. Dit is zo'n sterke eyebrow gel, my holy grail. Dan deze concealer van Bobbi Brown. Dit is echt de perfecte concealer kleur voor mij. Ik heb hem in de kleur beige. Maar hij is gewoon perfecte tussendekkend en niet plamuur worden. Dus hij blendt gewoon super mooi in. Maar hij dekt wel gewoon goed. Ja, dan sowieso als iemand mij iets vraagt over kwasten. De kwasten van Real Techniques. De kwasten van Real Techniques doe ik eigenlijk alles mee. Je merkt gewoon echt dat het kwaliteit kwasten zijn. En kwasten kunnen nogal een groot verschil maken. Of dingen gaan vlekken. Of de manier waarop het aan wordt gebracht. En dit is gewoon... Die haartjes zijn zo fijn dat het gewoon, ja, allemaal gewoon mooi inblendt. En het wordt niet vlekkerig of lelijk. Nee, geen strepen. Dan NARS is echt een van mijn favoriete, ja, merken. Ik heb hier de bronzer, gebruik ik elke dag. Hier ben ik vervolgens met mijn nagel ingegaan. Laguna, kleur Laguna. En Orgasm X, deze blush is my holy grail. Ik heb deze denk ik echt al 2-3 jaar. En hij is gewoon nog steeds, hij is zo gepigmenteerd. Je hoeft echt... dit te doen en je kan gewoon heel je gezicht ermee doen. Dus that's why I love it. Dit is echt een aanrader. Leuk cadeautje. Oh, leuk cadeautje voor jezelf. Dan alle mascara's van Lancôme. Vind ik ook echt super chill. Vooral deze, Idole. Super fijne mascara's. Echt werken gewoon super goed. Droog niet snel uit. Doet er lang mee. Zijn niet klonterig. Fact. Dit lippenloodje van Natasha Denova. Heel mooi kleurtje. Super mooi gepigmenteerd. Blijft ook echt goed zitten. Ik heb hem in de kleur I Need a Rose. Dus die is echt heel fijn. Nou, dan mijn heilige duo. Als er iets is wat ik vaak gebruik, zijn het deze twee producten. De contour stick van Anastasia in de kleur Mink. Ik heb denk ik nog nooit zo'n fijne contour stick gehad. Hij is niet te oranje, namelijk hij is heel assig. En een assige contour stick maakt gewoon echt dat je contour krijgt. Je moet niet een bronstick, maar een contourstick. En dat contourt echt je gezicht. En die assige kleur werkt voor iedereen's huidtype. Want Cecile gebruikt deze ook. Ik heb echt bijna al mijn vriendinnen hiermee geïnfluenced. Omdat ze altijd zeggen, oh my god, wat is die contourstick? En zij zucht veel lichter als ik. En bij haar is het ook zo mooi. Je kan gewoon, het blendt gewoon mooi in. Het is gewoon, ik heb deze denk ik al 3 keer opnieuw gekocht. Wat ik hem zo fijn vind. En daarnaast deze Tinted Moisturizer Blush van La Roche-Posay. Ik krijg gewoon vaak vragen over mijn liquid blush en contour. En dat zijn deze twee die ik altijd gebruik. En dan als laatst het Orgasm oogschaduwpaletje. Je kan hier gewoon echt hele mooie lookjes mee maken. Ho. Echt perfecte kleurtjes. Super mooi. Ja, NARS again. Super gepigmenteerd. Ik ben echt een NARS fan. Dus dat waren even uitgelicht mijn dingen die ik elke dag gebruikt en die je echt moet halen voor Black Friday. Check zeker gewoon even de website. Kortingen tot 50% en met mijn kortingscode 11% hier bovenop de Black Friday kortingen. Sarah VLF. Check de linkjes in de beschrijving. En ja, ik zou echt gewoon jullie aanraden om even een kijkje te nemen. Morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Gisteren was een hele heftige dag. Cecile is echt heel ziek geweest. En ik heb de hele dag gewoon zieke paniek gehad. En gewoon, ja, Cecile geprobeerd te helpen. En er is dus een dokter gekomen en die heeft haar aan een infuus gezet. En nu gaat het gelukkig al een stuk beter, maar ze is gewoon heel zwak nog. Maar we gaan even lekker hier rustig aan het zwembad liggen, even chillen. We zijn even naar verblijfjes aan het kijken in Uluwatu, want daar wil ik hier na naartoe. Gisteren had ik echt de grootste mental breakdown ever. Ik was alleen maar aan het huilen. Ik was alleen maar in paniek. Ik zag het leven niet meer zitten. Ik wilde naar huis. Het was echt dramatisch. Ik heb 11,5 uur geslapen. Ik had gewoon echt slaap nodig. Want door die slaap was ik ook gewoon helemaal stressed. Kijk, gewoon 11,5 uur geslapen. Dus dat is echt geweldig. Ja, we zijn hier nu nog 1 nachtje. En ja, we gaan gewoon vandaag rustig aan. We gaan wel kijken wat we allemaal gaan doen. Ik krijg zo meteen om 1 uur een flowerbed in mijn kamer. Super leuk. Dus ja, ik vind het gewoon helemaal leuk allemaal. Kijk, daar is mijn kamer. En dan zijn ze dus... Oh, ik heb trouwens dus een nieuwe kamer geboekt. Want Cecile was zo ziek. En we hielden elkaar heel de tijd wakker ook in zo'n bed. En ze zeggen dat het beter is met Bali Belly niet ook naar hetzelfde wc te gaan en zo. Dus ik heb gewoon een eigen kamer even erbij geboekt. Want ik dacht, we moeten allebei gewoon even rust, even goed slapen. En ja, het is gewoon beter. Dus... ja, ik ben gewoon blij dat ze zich wat beter voelt. En ik krijg zo meteen dus een flowerbed. Heel leuk.
Hier is onze lieve Sissy. Gelukkig weer een stukje beter. Ja. We zijn net in Ubud-stad geweest. Om even voor sieraden te kijken. We hebben dus ook allebei een ringetje gekocht. Ik ga het even laten zien. We zijn nu weer bij ons resort neergegeven. Iets kleins eten. Oké, okay. Dat is 9 euro. Kijk, hij is zijn vuist aan het uitknijpen. En dan ziet die ander van, ha, je bent op de foto. Kijk hoe leuk. Helemaal cute. Echt zoveel sieradenwinkeltjes hadden ze daar. Echt niet normaal. Nou, ik heb even lekker een bord met kip en rijst. Again. Het enige wat ik deze dag weet is kip en rijst. Op allemaal verschillende soorten manieren. Lekker. Goedemorgen allemaal. Hebben we vandaag al gevlogd? Volgens mij niet. Het gaat echt heel slecht. We zijn aangekomen bij een nieuwe villa. We gaan zo meteen even een toertje op de scooter doen. Langs een paar mooie plekken. Rijstvelden, waterfalls, whatever. Maar we gaan nu eerst even wat eten, want we gaan dood van honger. We hebben net even een scooterride gehad. Door het binnenland. Dat was heel leuk. Ja, en we zijn nu bij een waterval. En ik ben heel benieuwd. Lekker dit geluidje. We hebben allemaal gekke snacks gehaald bij de supermarkt. Dus dat gaan we proeven. Tteokbokki chips. What the fuck? Nori crispy. Dat is altijd lekker. Een soort popcorn met karamel. We hebben Yakultje, maar dat is altijd gewoon even goed voor de darmpjes. En we hebben Skippy, maar dat is meer gewoon omdat het lekker is. En een colaatje zero. Nou, heerly yummy. Eerst even de Yakult nemen. Goed voor de darmpjes. Want die zijn nogal op hol geslagen hier in dit land. God, dat vind ik wel een dingetje soms hoor. Caramel cashew. Ik ga beginnen met een tteokbokki. Ik ben hier zo benieuwd naar. Ze zitten helemaal aan elkaar als chunks. Is het nou een teken? Heel lekker. Ja? Dit is heel apart. Wow. Top. Oh, het is best wel spicy ook. Ja? Ja. Gisteren bij de bedding gehad. Ik ga meteen allemaal weer shit proeven. Heel spicy. Maar het smaakt wel lekker. Het smaakt een beetje naar hamkaas. Ja. Vind je die spicy? Jawel. Je ruikt ook. Nee, je proeft op een bepaald punt echt die carbonara kruiden. Ja. Mmm. Ja. Dat is lekker. Ja. Lekker kruiden. Ik heb ook dit gehaald. Maar ja, dat is gewoon pindakaas. Ja. Die je in Amerika altijd koopt. Die vind ik helemaal de shit. Maar ze hebben hier niet echt pindakaas. Nou ja. De nori crackertjes. Love it. Echt voor de feeling. Het is heel erg original. Het is zo lekker. Weinig smaak. Beetje raar, ja. Ook een beetje muff of zo. Ja. Oh ja. Ik denk dat dit lekker is als je het tot een sushi bouwt. Dus zoals wij taco hadden, weet je wel, de taco. Oh ja. Dat je er rijst bij doet en iets van avocado en zo. Ja, bij je pokeball. Is lekker. Ja. Zo los. Matig. Dit moet je ook even proeven. Ja. Wow. Sticky. Nee, als kon dat ik 10 bakken van dit mee naar Nederland komen. Mmm. Helemaal mijn ding. Heel lekker. Ik ga nu echt een heel iets wat mensen echt gaan denken wat het fout maakt. Zo, hoe lekker. Ja? Ja, ik ben niet van pindakaas, hou ik niet, maar pindakaas is leuk. Heftig. Zo, wat eet ik niet? De basis. Dat was onze taste test. Wel hip dit. Super leuk. Hallo Indonesië. Jongens, we zijn in zo'n leuk restaurant. Een soort basilicumolie, dus het heeft ook nog eens echt smaak. En vet houdt dus ook smaak vast. Dus je kan heel makkelijk hele smaak door boter maken. Dat is wel echt goed gedaan. Goed nou jongens, we gaan alles raten. We zijn ons echt heel leuk. We zijn bij Nino. Hoi Nino. Hoi Nino. Dit is vast echt de grootste shock in ons leven. Wij zijn op die scooter aan het rijden. En we rijden echt door de slop. We zien gewoon, het is echt heel zielig, maar gewoon echt dakloze mensen op straat. En gewoon, wij denken waar de fuck zijn we? Opeens moet hier een cute restaurantje zijn, want een Google review zag er echt fucking leuk uit. Opeens moeten we een soort afslag maken en rijden we op een park. Gewoon een heel dorp is hier uit de grond gestampt. Een kapper, een dit en een zo'n groot gebouw waar we in moesten lopen. En nu zijn we allemaal restaurants. Ja, en we zijn een soort resort.
ja. Shopping mall achtig ding. Ja. Maar uit het niets gewoon. Het stond nee. Niet ergens. Nee, aan. Gewoon. Oh, daar kwam ons drank. Strawberry? Yes. Hey. En Nino? Oh my god, lekker. Nou, mij, cheers. Even ook foto's, hè? Oh ja. De girl is aan. Nou, het eten is er. Oké, ik ga nu dit proeven. Dit is kip in een soort creamy sausje. Draag mij maar weg. Ja? Is het zo goed? Dit is heel lekker. Oké, we hebben allebei anderhalf stuk. Ik ga dit heel precies doen. Of even eroverheen gieten over je bord. Ja. Het is echt bijzonder dat een kip zo boterig is. Holy shit, wat lekker. Oké, nou, ik ben nu al heel benieuwd. Wow. Ja, hè? Heel zacht. Oh. We zijn echt in een goed hebben gekomen. Ik ben lekker dronken, heerlijk. Nou, dit is niet normaal. Ja, dit is ook. Maar hij komt een soort van een grill. Ja, het is helemaal laagjes. Oh ja. Het is echt heel lekker. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk lekker. De Nino cocktail is trouwens ook heel lekker. Ja. Het water met hem. Dit zijn wel aardige hompen. Ja, dit. Oké, ik ga het even proeven. Dit is dus met pork en. Beef. Dit is de saus. Een soort soepdumpling. Oh mijn god, die saus. Wat voor saus is het? Jongens, stop. Nee, dit is, oh. Is het zo lekker? Ik weet het nog niet hoe het is. Oh, het ruikt uit. Het is een soort soepdumpling. Maar ze hadden deze dus ook met cheese, maar die was helaas uitgekocht. Ja, anders hadden we die keuze. Ja, oh mijn god, thank you. Er is nummer aangekomen, jongen. Oh, dit is gewoon een hele taart met kaas. Ik ga ze doen, wij hebben zoveel. We hebben zoveel besteld. Kijk dit. Dit is gewoon een taart met kaasdip. Nou, sorry hoor. We gaan het er weer nergens over. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag, dus het is een nieuwe weekvlog. Ik weet niet of ik veel heb gevlogd, voor mijn gevoel echt totaal niet. Maar we gaan zien wat we ervan hebben gemaakt. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Hij beslaat de hele tijd. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven, op mij te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!